Op donderdag 14 augustus werd de Polder Express officieel in gebruik genomen. De Polder Express is een initiatief van Wim Biemans. Hoe is dat ontstaan? Nou, het idee dat is ontstaan een goed jaar geleden. Al een wagen gemaakt van een onderstel van een staakcaravan. En die stond bij de jongens op het bedrijf en daar konden ze niks meer mee doen. En ik zeg, dan haal ik hem naar huis en dan doe ik er gewoon een bodem op en dan gebruik ik hem of met carnaval. Het waren eigenlijk zoiets. En toen ze zeiden, dat is een schone wagen. Ik zeg, ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook. En toen kwam ik op het idee om er toch iets meer mee te doen. En toen kwam ik op het idee om deze huifkargen te maken, of dat je er precies zo uit zou zien, dat weet ik niet, maar de huifkargen te maken, vooral voor mensen in een rolstoel. Niet alleen, maar hoofdzakelijk voor mensen met een... Ja, daar is dit door ontstaan en de hoofdzaak was eigenlijk, dus ik had een paar eisen, dus er moest in ieder geval een lift op, een goede lift, en de mensen moesten die erin zaten ook makkelijk kunnen zitten, hè? Dus een beetje comfortabel. Hè? Het hoeft geen lichtstoel te zijn natuurlijk, maar wel een beetje comfortabel. En ik denk dat we door, tenminste wat ik van anderen hoor die er dan mee te maken gehad hebben, dan denk ik dat we door misschien wel enigszins in geslaagd zijn. Dus, Het idee is prachtig natuurlijk, maar je gaat rolstoelen vervoeren, dat bepaalde eisen hebben nodig. Hè? Natuurlijk, ja. Ja. Is dat nog gekeurd of zo? Hij is door de verzekering is goedgekeurd. De rolstoelen kunnen goed vastgezet worden en de stoelen, alles kan vastgezet worden. Ik weet zeker, als ik met deze wagen gewoon rondrijd, dan is het risico heel veel kleiner als dat die mensen met een rollatertje door de straat gaan. Wim, wie gaan hem dadelijk gebruiken? Nou, we zijn al een beetje intensief bezig geweest met de zorg in Ruizenberg. Kijk, en Ruizenberg, maar we hebben dan iedereen die iedereen kan er gebruik van maken, laat zo maar zeggen. Ja. Kijk, en het ligt dan, het zal ook aan de mensen liggen, denk ik, de omgeving, of dat we met z'n allen daar gebruik van willen maken. Nee, willen maken, maar ook er zal wat energie ingestoken moeten worden om die mensen bij elkaar te verzamelen, op een of andere manier. En dat zal dan een tijd moeten hebben, maar hoe, dat weet ik dan. Dat zal maar kijken als van de Orenstichting of van de Ruizenberg, maar je hebt ook van de Zonnebloem. Kijk, als je zegt, nou, wij hebben een groep mensen, of wij verzamelen een groep mensen, dan kunnen we er hier een dagdeeltje van maken. Hè? Dat kan een uur zijn, dat kan twee, dat kan drie, het maakt allemaal niks uit. Als ze maar een beetje een programma hebben. Dus, Het was druk in het atrium van de Ruizenberg in Gemert. De hele zaal was in afwachting van het in gebruik nemen van de Polder Express. De vrienden van Ruizenberg hadden ervoor gezorgd dat iedereen een kopje koffie, thee kreeg en na afloop van het officiële gedeelte een consumptie. En natuurlijk moet zoiets moois naar goed Brabants gebruik ingezegend worden. De Zorgboog zal gebruik gaan maken van de diensten van de Polder Express. Caroline Bongers van de Zorgboog legt uit waarom. Het belangrijke uitgangspunt voor ons was om te ondersteunen wat Wim eigenlijk al aangaf. Mensen met een beperking en mensen die graag deel willen nemen aan het leven buiten Ruizenberg daar de gelegenheid toe te bieden. Maar ook mensen die in Gemert wonen weer toe te laten in Ruizenberg. Zodat we een open instelling zijn, willen we heel graag weer dat meer mensen hier komen. Vroeger was het een afgebakend gebied, maar door alle maatschappelijke ontwikkelingen is het goed dat we met elkaar kijken naar de mogelijkheden. En dit was er één van. En hoe krijg je meer leven in huis als te zorgen dat je zo'n mooi product binnen kunt halen? Dus uit het beknibbelen van alles is eigenlijk denk ik ook een beetje ontstaan. Hè? Je slaat de handen in elkaar, je kijkt van wat je voor elkaar kunt betekenen en dan kan er gelukkig nog heel veel.